Het duurde even, maar de vlam van de Occupy-beweging van Wall Street, New York, sloeg over op de rest van de wereld en zo ook op het Beursplein in Amsterdam. Wat drijft u om hier op het plein te zijn? Actie en kijken wat er gebeurt. Mensen die eindelijk wakker worden, hun ogen gaan open. Ik ben hier al een tijdje mee bezig en mensen die het leek wel of hun ogen en oren dicht zaten. And I think we are all here because we are fat. It's heel simpel. Iedereen is zat. Is the way, is the feel of the knowledge, is the feel of the change in our conscience. Gewone mensen die hebben gewoon heel weinig of gewoon geen invloed in besluitvoering en economie. En die worden bijvoorbeeld door de huidige bezuinigingen ook echt keihard getroffen. Iets verderop in de hoofdstad wordt er serieuzer gesproken en nagedacht hoe het protest precies vorm te geven. Wat is je drijfveer om hier aan mee te doen? Nou, eigenlijk net als heel veel mensen die daaraan meedoen, dat ik me boos maak over het feit dat 0,5% van de wereldbevolking 40% van alle rijkdom in handen heeft en daardoor heel veel politieke macht uitoefent. Om kort te zijn, het is gewoon oneerlijk hoe op dit moment wordt omgegaan met de wereld. En dat is waar deze protesten een uitdrukking aan geven en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Wat wil je bereiken uiteindelijk? Als ik het in één zin zou zeggen, op dit moment is winst boven alles, lijkt het wel voor heel veel politici, voor bankiers, speculanten. En ik zou willen dat mensen boven winst gaan, dat dat de prioriteit heeft. Kun je spreken van een nieuw gemeenschap? Ja, eigenlijk wel. Er zijn een paar groepen en er zijn individuen, maar het begint een beetje één geheel te worden. Daarom zijn we eigenlijk een uniek stukje Nederland. Er is een groep van mensen die zegt van, hè, we zijn alleen maar individuen. En dat is waar de beweging eigenlijk uit bestaat. En daar op zich al zit die tegenstelling tussen individu en collectief in. Maar ik denk dat de beweging is heel divers. Maar het heeft wel een gemeenschappelijk doel. Gemeenschappelijke normen en waarden wel degelijk. En in die zin is het wel iets gezamenlijks. Maar het is niet uitsluitend. Eigenlijk hebben mensen het van Egypte afgeleerd, Cairo, de Tahrirpleinbezetting. Maar ja, voor een deel is het ook niet helemaal nieuw, omdat je afgelopen 10 jaar natuurlijk heel veel van dit soort protesten hebt gezien. De anders globaliseringsbeweging, de anti-oorlogsprotesten, die heel erg hierop leken, ook qua de frustraties van mensen. Dus in die zin bouwt het voort op die protesten. Afgelopen dagen op het plein gestaan. Wat is jouw drijfveer om daar naartoe te gaan? Verandering. Er moet gewoon veranderen. Zoals het nu gaat is gewoon niet te houden, denk ik. De situatie, economische situatie in de hele wereld is penibel. Er werd eerst nogal lacherig over gedaan, van het wordt toch niks. En er komen steeds meer mensen op de been. Alleen ja, ik vind het jammer dat er geen concreet één ding achter staat. Er moet het is niet generaal genoeg, denk ik. Het is te wijd verspreid, waardoor ben ik bang veel boodschappen verloren gaan. Op het plein protesteren de aanhangers van Occupy al feestend verder. Maar binnenskamers moet er toch een plan komen, het verzet levende te houden. Ik weet niet hoe lang mensen op Beursplein gaan blijven, op New York gaan blijven. Maar wat ik wel weet is dat hun frustraties niet gaan verdwijnen, hun woede niet gaat verdwijnen. Dus dat er nieuwe manieren ontstaan om dat te doen. En ik hoop dat dat ook gebeurt. En dat we ook kunnen gaan demonstreren, maar ook staken om uiteindelijk dus die bezuinigingen van tafel te krijgen. Er wordt veel gezegd over dat deze beweging te weinig concrete doelstellingen heeft, te weinig concrete eisen stelt. Maar dat is juist onderdeel van precies dat ongedefinieerde gevoel van onvrede wat er op dit moment heerst. En ik denk dat het belangrijkste is dat dit een signaal is van mensen pikken het niet meer. En dat andere mensen die zien dit van hé, er gebeurt iets.